Ik ben hier te gast en ik krijg hier samen met u een rondleiding van conservator Frauke van Dijken, die ons meeneemt door de tentoonstelling Ontdek het Moderne. Ik wil ook meteen even van de gelegenheid gebruik maken om u namens de Bankgirenloterij en al onze goede doelen te danken voor uw steun. Want dankzij uw steun, of dankzij uw bijdrage, heeft de Bankgirenloterij 83 miljoen euro kunnen schenken aan die 78 culturele instellingen. En daar zijn wij u heel erg dankbaar voor. Ja, zoals ik al zei, we zijn live vanuit het Kunstmuseum in Den Haag. En live betekent dat we kunnen tegen een technisch mankement aanlopen. Mocht dat gebeuren, dan doen wij er achter de schermen natuurlijk alles aan om dat zo snel mogelijk op te lossen. Lukt dat niet, dan gaan wij hier melding van maken op Facebook en dan alvast onze oprechte excuses. Maar laten we daar niet van uitgaan. Als u nou bent ingelogd op Facebook, en dat is wel leuk om even te weten, dan kunt u Frauke vanavond een vraag stellen. En die vraag die komt dan bij mij hier binnen. En dan zal ik ervoor zorgen dat die vraag natuurlijk bij Frauke terechtkomt. Nou, en Frauke staat hier. Frauke, goedenavond. En bedankt voor de uitnodiging. Ja, fijn eindelijk weer een soort van publiek te hebben hier. Ja, precies. Inderdaad, ja, je bereikt best wel wat publiek vandaag, want jullie zijn al een tijdje dicht. Al sinds december, ja. Hoe gaat het met jullie hier als museum? Als museum best goed, yeah. Maar we willen natuurlijk gewoon publiek op zaal. En volle zalen trekken zoals van ouds en tentoonstellingen maken voor publiek. Ja. Ja. Ja, want in wat voor gebouw staan we nu? Je hoort ook een beetje een galm, hè? Ja, dat geeft wel aan hoe groot het is. Het is een heel groot gebouw. Het Kunstmuseum Den Haag is een gebouw uit de jaren 30. 1935 is het klaar van wereldberoemde architect Berlage. Ja. Ja, en jij gaat ons vanavond meenemen door de tentoonstelling Ontdek het Moderne. Wat kunnen we verwachten? Je ziet toch hoe dan kunst van begin 19e eeuw tot in ver in de 20e eeuw, maar daar staan ook allemaal verrassende dingen, zullen mensen wel zien tussendoor van hedendaagse kunst. Maar je ziet heel goed de ontwikkeling, hoe kunstenaars zich hebben ontwikkeld in die kunstgeschiedenis. En ja, en dit is eigenlijk de eerste zaal waar het allemaal voor onze collectie mee begint. Welk kunstwerk in deze zaal zou je willen uitlichten? Ja, ik dacht, dan beginnen we gewoon echt bij het begin. Ja, laten we mensen dat denken, ontdek het moderne. Maar dan ga ik naar een schilderijtje dat niet heel erg modern lijkt. Oké, okay, ik volg je. Dat is dit werk. Oud buurtje van Egbert van Driest uit 1809. Dus het is ook wel flink lang geleden is het geschilderd. En dit hangt eigenlijk hier om ook een beetje aan te geven wat het startpunt is en waar al die kunstenaars die abstract gaan werken, die de werkelijkheid loslaten, waar dat allemaal vandaan komt. Want mensen denken soms bij een Mondriaan bijvoorbeeld, die heel gewoon die lijnen heeft, nou dat kan ik ook. Maar het komt ergens vandaan, het is een heel lange weg geweest. En Egbert van Driest heeft eigenlijk een heel mooi schilderijtje gemaakt. Oud buurtje, je ziet een heel mooi gemetseld wandje, een muurtje en een man die hier een beetje vrolijk in de tuin bezig is. Maar wat je vooral ziet in deze tijd is hoe minutieus het geschilderd is. Dus dat wordt bijna met een vergrootglas en een penseel met drie haartjes erin. En je gaat elk blaadje één voor één ga je schilderen. En dat was altijd eeuwenlang de bedoeling van kunst. Wat je ziet, fotografie bestond nog niet, hè, dus de enige reproductie van wat je zag is die schilderkunst. Wat je ziet, zo goed mogelijk, zo nauwkeurig mogelijk kopiëren naar het doek. Was dat wereldwijd? Ja. Behalve, eigenlijk een heel goede vraag, ik zeg meteen wereldwijd en ik moet meteen alweer terugnemen, want ik ben nog steeds zo, en heel veel kunsthistorici zijn dat, op de kunst van het Westen, zoals we dat noemen, gericht. Dus dat is ook iets, als het gaat over de kanon van de kunstgeschiedenis, alles wat we roepen, dit is de ontwikkeling, dan hebben we het over dat pad van imiteren naar uiteindelijk het helemaal loslaten van de werkelijkheid. Maar als je kijkt naar Afrika, als je kijkt naar de islamitische cultuur, dan was bijvoorbeeld schilderkunst helemaal niet belangrijk. En dan zat het in keramiek en dan zat het in andere delen. Ja. Maar de westerse kunstgeschiedenis was dat echt de rode lijn. Ja. En waarom wil je met dit schilderij echt beginnen? Omdat je hier dus heel goed ziet, dit is wat altijd de bedoeling was. Zo hoorde elke kunstenaar te schilderen en zo schilderde ook elke kunstenaar. Het ging dus ook niet om dat je uniek was.
Je moest niet juist anders zijn dan de anderen, wat nu voor kunstenaars heel belangrijk natuurlijk is. Iedereen hoorde zo te schilderen, want zo leer je het en zo zijn de regels. En je ziet dus hoe daar stap voor stap van af wordt geweken. En de Haagse schoolschilders zijn de eerste in Nederland die dat doen. En daar hangen werken in deze zaal van die daarbij horen. En wat is dan het bruggetje naar het volgende werk? Nou, het volgende werk is van een Haagse schoolkunstenaar, ja. Jacob Maris. En die kunstenaars gaan ons wel, ja, zijn ons dierbaar. We zijn een museum met een internationale collectie, maar het begon heel lokaal in Den Haag. Dit gebouw komt uit 1935, maar onze collectie komt uit halverwege de 19e eeuw, begonnen in 1866. En dat was omdat deze schilders, die in Den Haag werkten, besloten er moet een museum komen in Den Haag voor moderne kunst, hedendaagse kunst. En toen was dit het allermodernste. Kun je je bijna niet meer voorstellen, maar dit was het allermodernste. En het komt omdat dit een nieuwe soort manier was van landschap verbeelden en natuur verbeelden. Gewoon zonder geïdealiseerde modus, zonder een roze bril. Het is heel grijs. Echt Hollands. Echt Hollands. Ja. En de Haagse school heette toen al in die tijd, als critici erover schreven, zeiden ze, het is de grijze school. Nou, als je dit schilderij van Jacob Maris ziet, snap je wel waarom het de grijze school heet. En dat was eerst ook het kritiekpunt. Het is alleen maar grijs. Maar het ging hun om het licht. En het licht in Nederland is nou eenmaal zo grijs. Jacob Maris kwam echt uit een schildersfamilie. Hij had ook allemaal wereldberoemde broers. Willem Maris, Matthijs Maris. Zijn broer is ook bekend om het feit dat hij zei, ik schilder geen koeien, ik schilder licht. Ze hadden allemaal een specialisme. Jacob Maris schilderde de boten op Scheveningen. Willem Maris de koeien. Heel slim, ook commercieel eigenlijk gedacht. Maar die uitspraak betekent ook, het gaat niet om de boot, het gaat om de atmosfeer. En in Nederland noemde men dit dan impressionisme. Het was vrij los geschilderd. Impressionisme? Mocht je niet weten wat dat betekent? Ja, het ging om de impressie. Kijk. De impressie van wat de kunstenaar heeft meegemaakt en dat willen overbrengen naar de kijker. Ja, meer het gevoel. Ja, en dat mocht dus niet, want tegen deze tijd is fotografie uitgevonden. Het was juist de bedoeling dat het geen registratie mocht zijn. Dat is plat, dat is maar gewoon een kiekje maken. En dit moest gaan over het gevoel overbrengen. Heel erg over de poëtische waarde ervan. Hoe kwam dat dan, dat ze in deze tijd ineens begonnen te schilderen over, nou ja, met licht als belangrijkste onderdeel van hun kunstwerk? Licht is wel altijd al een belangrijk onderdeel geweest in landschapkunst. Maar wat je heel nieuw ziet is dat ze ook omarmen dat dat licht grijs kan zijn en grauw kan zijn. En het is ook de tijd dat het onderwerp steeds minder belangrijk wordt. Dat betekent niet dat je niet ziet wat je naar kijkt. Je ziet in dit geval heet het een bomschuit op het strand. Het gaat er meer om dat je vroeger, of eigenlijk al in die tijd, hoorde je belangrijke historische thema's te schilderen. Er moest een held staan afgebeeld. Napoleon met zijn oorlogen en veldslagen. En het was eigenlijk een beetje zo laag, niet belangrijke kunst als je zegt, ik ga een paar vissers met een boot schilderen. En dat was al dus nieuw, dat je zegt, het gaat inderdaad niet zozeer om het onderwerp. Het gaat om hoe mooi ik dat onderwerp schilder. Een bosje asperges kan heel mooi zijn, bijvoorbeeld. En het is veel moeilijker om een bosje asperges heel mooi te schilderen en daarmee te betoveren dan een hele indrukwekkende waterval, want die is toch van zichzelf al mooi. Komt dat dan ook door de komst van de fotografie? Absoluut. Ja. Ja, want op het moment dat je de middelen hebt om de wereld te registreren met één druk op de knop, dan ontsla je de schilderkunst eigenlijk van die taak. En dat zie je ook, en we gaan het later ook hebben heel erg over kleur in de kunst. Op het moment dat de kleurenfotografie is uitgevonden, dan is het hek van de dam. Daar komen we ook nog. Daar komen we nog op terug. Zo leuk, en zoals ik aan het begin al zei, mocht je kijken via Facebook, dan kan je een vraag stellen aan Vrouwtje, of aan Vrouwke. En die heb ik dan meteen hier. Eens even kijken. Cynthia, die heeft een vraag. Zijn er alleen Haagse schilders die er hangen, of ook andere schilders? In deze zaal zijn het vooral Haagse schilders, maar in die tijd vertrokken ze ook al heel snel weer naar Amsterdam.
Den Haag was heel lang het centrum van Nederland, maar zo rond 1880 neemt Amsterdam dat toch echt wel definitief over. Ook omdat de cafés daar veel gezelliger zijn en leuker. En de echte de rebellen die daarna komen in de kunst, die denken ik ga niet meer naar gezapige, saaie Den Haag, ik ga naar Amsterdam. Ja. En de rest van onze collectie is internationaal. Nou, dus voor Cynthia is er heel veel te vinden hier. Ja, absoluut. Wat is het volgende werk waar je ons mee naartoe wil nemen? Dan gaan we naar de volgende ruimte en dan zien we ook meteen kleur. Kijk eens. Ook weer een werk wat best wel gedetailleerd is. De camera komt er nu aan, dus je ziet het ook straks. Ja, we staan hier naast een werk van Claude Monet, een wereldbenoemde naam in de kunst. En dit schilderij is gemaakt lang voordat hij wereldberoemd was. Hij was nog heel jong, 27 jaar. En dit heet dan impressionisme. En we zeiden al net het woord, in Nederland schreef men in de kranten al in die tijd, 1880, over Haagse school, dus impressionisme. Maar ze hadden geen idee wat het Franse impressionisme eigenlijk inhield. En wat men in Parijs onder impressionisme verstond. Want ondanks het feit dat die kunstenaars al heel makkelijk met de trein naar Parijs konden, waren ze toch een beetje blind voor deze revolutionaire kunstenaars. En wat Monet hier doet, en revolutionair was, is dat hij met 27 jaar het Musée de Louvre, het belangrijkste museum in Parijs en daarmee eigenlijk op dat moment het belangrijkste museum van Europa, hij schreef ze een brief en hij vroeg toestemming of hij daar mocht komen schilderen. Dat is heel normaal. Kunstenaars, jonge kunstenaars gingen altijd naar het Louvre om te schilderen, maar je ging daarheen om te kopiëren. Om de schilderijen die daar hingen en werden vereerd en de sculpturen, dat te kopiëren. Monet had geen interesse in wat er achter zich lag in de tijd. Hij wilde het moderne, nieuwe Parijs schilderen. En hij vraagt dus toestemming om op het balkon te staan. En Parijs, wat net helemaal was afgebroken in die tijd en weer opnieuw opgebouwd, om dat te schilderen. En wat er toen ook modern aan was, is dat we allemaal hedendaagse elementen ziet, zoals zo'n nieuwskolom, zo'n zuil waar allemaal aanplakbiljetten hingen. En je ziet links in de hoek zie je reclameschilderingen op die architectuur. En ook dit is gemaakt in een tijd dat je eigenlijk de veldslag van Napoleon had moeten schilderen. En het was dus een beetje ordinair. Waarom zou je mensen in hedendaagse mode schilderen? Je hoort een vrouw in een Grieks gewaad van vroeger te schilderen. Want dan is kunst tijdloos. En deze kunstenaars dachten, ik wil geen tijdloze kunst, ik wil kunst van nu. Over mijn eigen tijd. En dat deden ze dus ook in een heel helder kleurenpalet. Ze noemden dit, die impressionisten noemden dit, ja, hadden het over Japanse kleuren. Dat kwam omdat in die tijd ook er heel veel Japanse prenten waren die heel kleurrijk waren. En dat vonden ze zo mooi. Dat waren ze zo niet gewend van eigenlijk al die bruine en grijze tonen die ze van zichzelf op de academie meekregen. Dat ze dat toch steeds meer in die schilderkunst gingen verwerken. Er is een vraag binnengekomen. Van Elga. Werden schilders goed betaald voor hun werk? En werden schilders gemiddeld ouder? Ja en nee. Nou, dat ligt eraan. Op dit moment werd Monet niet goed betaald. Nee. Monet is een fantastisch voorbeeld ervan. Straat en straatarm, moet ik ook wel zeggen, gat in de hand. Want het cliché van de arme kunstenaar is wel waar. En Monet was ook arm en moest iedereen geld vragen. Tegelijkertijd moet je ook realiseren dat er een hele grote groep mensen in die tijd gewoon 36 uur lang in een fabriek stond voor veel minder geld. Dus het is ook een beetje krokodillentranen van die kunstenaars. Maar Monet is een mooi voorbeeld van iemand die in zijn jonge jaren altijd geld tekort kwam. Maar profiteert van het feit dat op een gegeven moment zoiets opkomt als kunsthandel. En een commerciële kunsthandel. En hij wordt ook nog heel oud, dus ver in de 80.
En puissant rijk. Monet is multimiljonair gestorven, had 10 auto's. Hoe kan dat dan, dat hij zo opviel? Dat hij daar dusdanig veel geld mee heeft verdiend, dat hij daar multimiljonair van is? Lang genoeg volhouden, totdat daadwerkelijk de kunst die te modern nog lang is, te spannend, te avant-gardistisch. Ja, als je maar lang genoeg leeft, dan maak je die omslag mee dat jij opeens toonaangevend bent, geaccepteerd en dan zit je op het plus. Dan ben je gewoon gerenommeerd en wil iedereen een handje schudden met Monsieur Monet. Wauw. Er komt nog een vraag binnen via Facebook. Die kan ik hier via mijn telefoon even bijhalen. Een vraag van Jolande van de Putten van Dam. Wie kiest eigenlijk de lijsten om de schilderijen? Het is een hele mooie lijst. Dit lijsten hopen we altijd origineel te hebben. Dus het liefst heb je de lijst die er omheen zat toen de kunstenaar daardoor koos of toen hij het had verkocht. Monet heeft 3 van deze stadsgezichten in 1 keer geschilderd. 1 zit in Ohio en 1 zit in Berlijn. Je ziet dat daar dezelfde lijsten omheen zitten. Dus het is in die tijd is het wel de omheen gezet. Dus dan verander je dat niet. We hebben ook soms dat er gewoon door modegrillen, dat er in de jaren 70 of 80 een hele lelijke lijst om is gezet. En dan zeggen we als museum, als bijvoorbeeld iets is nieuw, is aangekocht, we gaan echt onderzoek doen, we vragen een lijstenmaker, die doet onderzoek naar wat er in die tijd de mode was om als lijst omheen te zetten en dan maken we dat weer. Was dit de mode in die tijd? Dit was de mode in die tijd. Het moest namelijk wel allemaal rococo-achtige krullen hebben om toch ook uiteindelijk bij hele rijke mensen in huis te hangen. Want dat was het koperspubliek wat toen opkwam. Vroeger had je de koning en de kerk en de adel. En in die zo rond 1850, 1860, dan komen voor het eerst de bankiers en de industriëlen en spoorwegeigenaren. En die hebben heel veel geld. En die hebben mooie appartementen in plaats van paleizen. En die willen gewoon iets handzaams, iets leuks, iets moois om naar te kijken. Maar wel met een hele, je zou ook bijna zeggen, patserige lijst. Maar ik vind het heel erg mooi omdat het hoort hierbij. Ja, hoort echt bij die tijd. Ja. En je ziet dus dat Monet kleur als heel belangrijk vond. Hier is hij nog heel braaf eigenlijk als 27-jarige. Uiteindelijk gaan de impressionismen kleur ook echt aannemen als hun, hun meest belangrijke kenmerk van hun kunst. Met het idee, als je objectief kijkt, dan zie je nooit iets helemaal scherp. He, dus vroeger wat ik begon, elk blaadje 1 voor 1 schilderen. Nou, denk maar zelf als je nu zit te kijken. Je ziet je partner of je kind naast je zie je heel scherp. Maar alles daaromheen is dan vervolgens wazig. Dat wilden die kunstenaars ook doen. En alles heeft kleur dat constant in elkaar overvloeit. En die nieuwe ook wetenschappelijke ideeën over kleur, dat is dus iets wat we hierna over kunnen vertellen. Nou, ik ben heel benieuwd. Dat gaat namelijk veel verder dan dit. Ja. Maar dan moeten we naar de andere kant lopen. Ja, dan gaan we dat doen. Want hier gebeurt wel iets heel bijzonders als je kijkt naar kleur, maar ook naar hoe het is weergegeven. Wat ik al zei, eerst begin je met blaadje voor blaadje schilderen. En hier krijg je opeens een heel gekke techniek waar er alleen maar stippen zijn gezet. Dat is wel leuk, want de camera begint van heel ver af. Ja, en als je dichtbij komt, dan kruip allemaal dichter naar je scherm. Ja. dan zie je dat het eigenlijk gewoon alleen maar stipjes zijn. En dit was dus, dit heb ik niet eerder gezien nog. Ik zag dat net in de bomen. Dit was vorige werk, maar cutting edge nieuw in de kunstwereld. En het werd ook een soort rage. Alle kunstenaars omarmden dit, want dit was zo modern. En het had te maken dat in deze tijd er allemaal nieuwe theorieën kwamen over hoe wij zien, hoe we kleur zien. Het idee was eigenlijk dat als je kleuren naast elkaar zet, dus niet eerst mengt op je palet, maar het naast elkaar zet, dat dan wij dat in onze ogen zouden mengen. Nou, dat bleek natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Maar het had wel een heel, bijna vibrerend effect. En het idee dat dat heel goed licht kon weergeven. En er waren dus allemaal ideeën over, en dat klopt ook, complementaire kleuren. Dat zijn de kleuren die in een kleurencirkel precies tegenover elkaar staan. Nou, dat kun je ook in je garderobe heel goed toepassen met colorblocking en alles. Ja. 2 kleuren die precies tegenover elkaar staan zijn oranje en blauw.
En als je dat tegenover elkaar stelt, dan knalt het. Want ze zijn eigenlijk echt tegenover elkaar, zo'n plus en een min die je tegenover elkaar zet. Dat doet deze Franse kunstenaar Paul Signac hier. En hij heeft ook een heel mooi zo'n zwierende lijn erin. Dat had ook weer te maken met het idee dat opgaande, zwierende lijnen waren, gaven een positief gevoel bij de kijker. Neergaande lijnen zouden je een beetje moedeloos maken. En Signac is hier in een kustplaats in Frankrijk, in Cassis. En hij zit helemaal met die kleurentheorieën in zijn hoofd. Hoe komen ze aan die theorieën in die tijd? Het wordt op het moment allemaal gepubliceerd. En dat is het mooie, zo 1880, 1890. Dat is ook het begin van de massamedia, van pers, tijdschriften. Alles kan worden gepubliceerd en ze vreten dat op. En ze delen dat met elkaar. Hij schrijft over Cassis dat het hem bijna gek maakt. Dat zijn tubus er niet tegenop kunnen. Het is een soort wit licht, zegt hij, dat alles opvreet, alles absorbeert. En dan schiet hij van, ja, mijn kobaltblauw kan hier niet tegenop. En dat is dus een heel moderne manier van schilderen. Je laat de toets van jezelf zien. Je laat zien waar jouw penseelstreek is geweest. Ja. En dat kan dus, omdat inderdaad, het hoeft geen foto te zijn. Er is een vraag binnengekomen via de Facebook chat. Renata Hirsch vraagt zich af: gebruiken jullie speciale belichting voor de werken? Ja, in dit geval is het ledlicht wat we vaak gebruiken. Dat heeft ook weer mee te maken of het warm of koud is en dat het ook trouwens gewoon voor duurzaamheid. Wij hebben in dit geval niet te maken met speciale lichten waar sommige musea mee werken. Je hebt bijvoorbeeld een Van Gogh museum dat ook wel experimenteert echt met als je nou blauwe lichten op projecteert. Omdat sommige schilderijen verf hebben, want in deze periode is het ook voor het eerst dat er fabrieksverf opkomt, dat het gewoon klaar uit de tube komt. Vroeger maakten kunstenaars alles zelf. Sommige kunstenaars, bijvoorbeeld Van Gogh, hebben dan een verf gebruikt, geel, dat nu niet meer goed de tand destijds heeft doorstaan. En dan kunnen musea met speciaal licht kunnen dat corrigeren. En kunnen eigenlijk de kleur die verkleurd is, kunnen ze voor ons weer terugkrijgen naar wat het was. Juist, en hier is gebruik gemaakt van ledlicht. Maar je hoort ook wel eens dat bijvoorbeeld fotografen of überhaupt bezoekers niet mogen flitsen met een fototoestel. Ja. Hoe zit dat dan? Dat komt met, wat noemen wij, de luxwaarde, hoeveel licht er op een werk komt. Licht is niet zo goed voor kunst. En zeker niet voor bijvoorbeeld papier of textiel. Schilderijen valt wat dat betreft nog mee, maar het is niet goed. En dus zijn er bepaalde regels. Je mag maar een bepaalde hoeveelheid licht tegelijkertijd op hebben staan. En een flitslicht, ja, dat is in één keer bam, geef je hem een klap. En wij willen natuurlijk die schilderijen voor de eeuwigheid eigenlijk bewaren. Yes, ja. Er is nog een vraag binnengekomen via de Facebook-chat en ik heb hem hier op mijn telefoon. Aukje Zanting Boonstra, die zegt: geweldig, wij zijn er ook wel eens geweest, maar met deze informatie is het toch wel extra genieten. Nou, dat is eigenlijk compliment dan naar jou. Super, kom vooral terug. En even kijken, de vraag daaronder komt niet helemaal goed door. Oh, nu wel. Isabelle Gaui, ik hoop dat ik het goed zeg. Lulu is 10 jaar oud en vraagt: hoe is het museum aan al die mooie werken gekomen? Ja, dat is een hele goede vraag. Want mensen denken dat het zo magischerwijs er altijd al was. En dat is niet zo. Er is geschonken, zoals ik al begon, met kunstenaars die hun eigen werk schenken. Omdat het heel belangrijk is voor kunstenaars in musea te zijn. En aangekocht. En daarom is ook bijvoorbeeld Bagiro Loterij voor ons heel erg belangrijk. Want die steunen ons en die steunen heel veel musea. En dat geld hebben we echt nodig om aankopen te kunnen doen. Ja. En je ziet dat alle topstukken in elk museum, het is ooit aangekocht. En ooit vaak ook aangekocht met hulp van anderen. Of dat nou een individueel iemand is of een fonds of subsidie. Er is altijd hulp nodig. Wordt ook wel eens uitgeleend, toch? We lenen constant uit. Ja. Ja, anders. Dan kunnen we geen tentoonstellingen maken. Precies. Nou, hopen dat Lulu zelf een keer mag komen kijken snel. Nog een andere vraag van Elga Muller. Die vraagt: waren schilders autodidact? Sommigen wel, sommigen niet. We kunnen eigenlijk meteen wel door naar een van de beroemdste autodidacten die er zijn. Ja. Namelijk Vincent van Gogh. Nou, wie kent hem niet? Die hangt hiernaast. Ik moet overigens zeggen dat toen ik dit zag, moest ik al een beetje aan Vincent van Gogh denken. Ja, en het is heel mooi dat je dat zegt, want Signac reist naar Cassis. En hij is daar en dan schrijft hij een brief naar niemand minder dan
Vincent. Meneer Van Gogh. Meneer Van Gogh. Ze kenden elkaar dus al. Ze kenden elkaar, maar net. Want ze kenden elkaar eerst helemaal niet. En op weg inderdaad naar Cassis had Paul Signac deze Nederlandse curieuze kunstenaar Vincent van Gogh voor het eerst ontmoet. Hij had er al lang van gehoord, want het was wel echt een naam in de moderne kunst. Ja, waarom was het een naam? Ja, Vincent van Gogh is... we weten natuurlijk bijna allemaal wel dat hij is gestorven en dat hij zijn succes nooit zo heeft mogen meemaken. Maar hij stond wel op de rand van doorbraak. Dus op het moment dat Vincent van Gogh overlijdt, zelfmoord was het, op een vrij jonge leeftijd. Niet heel lang nadat hij dit schilderij heeft gemaakt, maar een paar jaar. De hele kunstwereld gonste ervan. Heb je het gehoord? Vincent is dood. En dat kwam doordat hij zo revolutionair was. Vincent van Gogh, mensen denken ook vaak, die man was een beetje in de war. We weten, hij had zware mentale problemen, wat uiteindelijk leidt tot zijn zelfmoord. Maar hij schilderde niet gekke kleuren omdat hij gek was. Vincent wist alles van die kleuren leren. En Paul Signac, waar we net bij stonden, schreef hem ook over die kleuren. Signac had Van Gogh in een heel moeilijke staat, was hem tegengekomen. Hij had net een inzinking gehad, ruzie gehad. Hij had zich laten opnemen in een soort kliniek. Het is een heel mooi verhaal dat ze samen toch wel even Van Gogh schilderijen willen zien. Dat hing in zijn huis, maar dat was door de politie helemaal afgesloten. Dus moesten ze de deur ook nog openbreken. En Vincent van Gogh schrijft aan zijn broer dat hij Signac toch wel al een fijne gozer vond. Terwijl hij altijd ruzie maakt met iedereen. En dat het hem opviel dat Signac zijn schilderijen helemaal niet zo gek vond. En als je dit kijkt, zie je hoe Vincent van Gogh eigenlijk die stippeltjes die je zag gewoon een stap verder nog brengt. Want Van Gogh geloofde heel erg in die theorieën van die kunst. Maar hij had wel meteen door, ja, maar als we nou moeten gaan stippelen de hele tijd, dat is een doodlopend pad. Het brengt ons ergens, maar dit is niet het eind. Je zei net van die stippeltjes kwamen een beetje omdat dat licht dan vangt en het oog gaat dan mengen. Ja. Vincent had dus toch door, ondanks al die media-aandacht over die stipjes, dacht hij toch van ja, maar dit gaat niet worden. Ja, de man had een zeer visionaire geest. Daarom was hij dus ook zo bekend. Absoluut. En zo bekend en ook zo goed. En wat Vincent van Gogh heel goed kon, hij wist alles van wat iedereen voor hem had gedaan. Hij keek altijd rond. Hij had heel veel respect voor alle kunstenaars. En hij zei altijd, bijvoorbeeld over die stippeltjestechniek, hij had enorm veel respect over het feit dat je daarmee komt en dat je dus de kunst verder helpt. Maar hij wist ook, maar dit is niet genoeg. Want wat Vincent van Gogh voelde, is zijn emoties die hij wilde uitdrukken. Ja, en als je alleen maar gaat stippelen, dan krijg je een soort painting by numbers. En hij wilde heel expressief en het zijn streepjes en het zijn stippen. En wat je ook ziet, dat is heel mooi, dus het verschil met een plaatje. En ik hoop dat jullie mensen thuis het kunnen zien. Als je dus heel dicht bij zijn schilderij gaat staan, bijvoorbeeld op zo'n plek, dan zie je hoe hij heel dik die verf erop heeft gedaan. Maar dan zie je een soort van de textuur van het linnen erin. En dat is omdat het nog nat was op het moment dat hij het heeft opgerold. Dus dan zie je zo'n soort rastertje erin, alsof je met een mesje er zo even een raster in hebt gemaakt. Dat is als je linnen oprolt als het nog nat is en dan druk je de achterkant van het linnen erin. En dat zijn ook wel mooie dingen aan een schilderij. Ja, dan wordt het echt een object en dan wordt het echt iets waarvan je realiseert dat zo'n man daadwerkelijk in Frankrijk, in Arles, zijn doek heeft neergezet en het ter plekke daar heeft gemaakt. Hoe heet dit schilderij? Dit is Tuin te Arles. En het is inderdaad maar een paar jaar voordat hij is overleden gemaakt. Het is ook voor Vincent van Gogh, roept hij hier, dit is Japanse kleuren, Japanse lucht. En dan had hij het ook over dit soort azuurblauw. En ze waren heel erg bezig met wat kleur doet. En het verschil is dus dat voorheen kunstenaars heel erg geobsedeerd waren door die wetenschappelijke objectieve theorieën. En wat het dan bij ons in het brein doet en het oog doet. En Van Gogh wil uit het hart en uit zijn emotie. Want hij barstte daar natuurlijk helemaal van open. En voor hem was het een manier om zichzelf uit te kunnen drukken. Tuin te Arles. Tuin te Arles. Een van de topstukken uit onze collectie, maar heel kwetsbaar. Is dat ook de reden dan dat
Ja, er zit glas voor, hè? Ja, er zit glas voor. En sommige kunstwerken zie je wel glas ervoor en sommige niet. Ja, dat heeft inderdaad met kwetsbaarheid te maken. Wat het meest kwetsbare vaak is in een schilderij, is op het moment dat het op is gezet, is het allemaal nog heel stabiel. Maar 100 jaar later brokkelt verf af. En wat men heel lang heeft gedaan is, dat noemen we dat het bedoekt is. Vroeger werd je gewoon, pakten ze het schilderij, dan hadden ze was en krantenpapier, gingen er met een strijkbout overheen op de achterkant. En dan is het heel stevig. En dat zie je dan. Dan is het nou, het is als een surfboard. Je kan erop kloppen. Oh ja? Ja, het is keihard. Maar je drukt ook echt de verf helemaal plat. En het is niet goed. Dus we zijn heel blij dat deze doeken dat nooit is gebeurd. Tegelijkertijd betekent het ook dat we het eigenlijk dit soort doeken niet kunnen uitlenen. Begrijp ik. Voordat we even kijken hoor, voordat we doorgaan naar het volgende werk, ga ik heel even kijken of er nog een vraag binnen is gekomen. En dat is er. Zo. Van Nathalie Kolpa. Zijn er ook kinderrondleidingen? We hebben zeker kinderrondleidingen. Want we hebben ook een enorme tentoonstelling beneden. Dat heet de Wonderkamers. Dat is speciaal voor kinderen. Dat is ook interactief. Dus je kan een spel daar doen. En vervolgens zijn er ook aparte rondleidingen van onze educatieafdeling. We hebben workshop, dus je kan vaak, zonder als de corona er niet is of als we open mogen, kun je naar de ateliers. En dan kunnen kinderen knutselen. En we hebben allemaal speciale routes en doebladen. Dus kinderen zijn koning hier. Ja, Marta Hemping. Sorry, Hempenius, die vraagt zich af, wie heeft deze lijst dan gekozen? Want ja, inderdaad, die vorige lijst is natuurlijk heel sierlijk. Dit is heel... Maar deze, is dat dan weer voor deze tijd? Ja, want je ziet dat kunstenaars dan inderdaad gaan nadenken over die lijsten in deze periode. En dit is dus heel typisch van wat die kunstenaars vanaf dat moment interessant vinden. Die denken, ja, al die poespas eromheen, het moet simpel. En ze gaan dan... simpele lijsten vragen. Deze is wel heel simpel, hè? Deze is heel simpel. Wat waarschijnlijk vaak ook gebeurde is die krullige lijst die we net zagen. Ja. Dat begint bij een lijstenmaker als een heel simpele vlakke lijst. Ja. Waar die met gips allemaal krullen in gaat maken. Okay. En wat vervolgens kunstenaars deden was naar diezelfde lijstenmaker gaan en zeggen, joh, die lijst zoals die hier staat, dat begin, dat gewoon en doe het wit. En wat je vervolgens ook nog bij kunstenaars soms ziet, is dat ze de lijst onderdeel gaan laten maken van het werk. In dit geval een beetje bruin naar goud. Zie ik het maar goed? Je ziet ook dat sommige kunstenaars, bijvoorbeeld die zo van dat stippelen waren, dat ze ook de lijst helemaal Oh, dat bedoel je? Okay. Ja, dat ze echt denken het moet één met één geheel. Ja. Jolande van de Putten van Dam, die vraagt zich af. Wie maakt de keuze uit zoveel schilderijen voor de tentoonstelling? Ik. Ben jij dat? Ligt er, als ik de tentoonstelling maak, dan wel. Ja. Ja, dus we hebben... Waar baseer je dat dan op? Nou, bij een tentoonstelling denk je natuurlijk altijd, wat wil je vertellen? En dit is een tentoonstelling van onze collectie, dus dan denken we vooral aan, oké, alles wat echt het allerbeste is, dat willen we tonen. En dat moet samen een verhaal vertellen. Dus ja, hang je graag Van Gogh naast een Signac, omdat het een mooi verhaal is. En ook bij tentoonstellingen, je denkt, wat wil ik vertellen? En wat heb ik daarvoor nodig? En dat heb je in eigen collectie of dat kun je lenen. En dat weet jij dan weer vanuit je studie? Ja. Ja. En vanuit heel veel vragen aan mensen. Ja. Ben je dan zenuwachtig als zo'n tentoonstelling voor het eerst voor het publiek open gaat? Van, heb ik wel de goede werken uitgekozen? Je bent altijd zenuwachtig. Ook omdat er natuurlijk recensies komen en er wordt over geschreven. En je hebt te maken met allemaal praktische bezwaren waardoor sommige dingen niet zijn gelukt die je heel graag had gewild. Mm-hmm. En je hoopt dan maar... Er gaat natuurlijk altijd van alles fout. Dus je hebt plan A en uiteindelijk... hangt plan C en je hoopt dat mensen wel het voelen als dit was plan A. Ja. Nou, die indruk krijgt het in ieder geval wel op mij. Ik hoop ook op de kijkers. Loes Kronenberg vraagt nog heel even af of het glas wat dan voor zo'n werk hangt, of dat dan ook ontspiegeld is. Ja, soms wel, soms niet. Sommige glas zie je amper en dat is echt heel goed museumglas. Het probleem met dat hele mooie museumglas, waarvan je zelfs als je erop staat niet ziet, het kan niet zo groot. Dus bij hele grote schilderijen moeten we helaas ook glas gebruiken. Waarom is dat? Ja, dat wordt te zwaar. Okay. Op een gegeven moment, zo'n glasplaat is heel zwaar.
En als we dan willen vervoeren, wordt het gewoon een risico. Dus dan moet je denken dat er zoveel kilo's, op het moment dat ze het dan laten vallen, wordt het onhandelbaar. Cynthia RS die vraagt zich af, zijn de werken deel van een vaste collectie of verandert dit regelmatig? Het is deel van de vaste collectie, maar we veranderen het heel vaak. Dus dat komt ook omdat we constant werken uitlenen aan andere musea. Dus dan valt er weer een gat. Dus we staan hier naast een zelfportret van Vincent van Gogh. Je kunt je voorstellen, Vincent van Gogh is een van de beroemdste schilders in de kunstgeschiedenis. Volgens mij is dit ook een heel beroemd werk. Hij heeft heel veel zelfportretten geschilderd. Maar dat is dan ook de fascinatie. En er zijn heel veel Van Gogh tentoonstellingen. Altijd is er wel, als er geen corona is, overal op aarde is er wel een keer een Van Gogh tentoonstelling. Of nou Japan is of Australië. En dan willen ze allemaal dit soort werken. En ook omdat het natuurlijk niet overal ter wereld is. Dus je hebt Van Gogh Museum, je hebt het Kröller-Müller Museum in Otterlo. En wij hebben ook een mooie collectie. Dus men wil het heel graag. En dan is het voor ons schipperen. Sturen het weg en vragen we er ook bijvoorbeeld dan iets moois voor terug. Of willen we het wel weer even op zaal voor onze eigen bezoekers. Kun je nog iets vertellen over de tijd waarin hij dit zelfportret heeft gemaakt? Ja, wat ik al zei, hij maakte heel veel zelfportretten. En ze zijn vaak niet heel vrolijk, zo zie je ook. Het is een beetje, hij kijkt heel serieus. Die zelfportretten maakte hij ook als een soort oefening. Hij had niet heel veel modellen. Had weinig geld, want Van Gogh was ook echt wel arm. En zelfportretten schilderen was een manier om eigenlijk dat portretteren te oefenen. Over portretteren had Van Gogh een heel mooi idee. Namelijk dat hij begreep dat als je een portret van iemand schildert, wat natuurlijk constant wordt, de opdrachten worden constant gegeven, dat zo'n portret, het belang daarvan hangt af van de persoon die erop staat. Maar dat wilde hij niet, want op het moment dat die persoon dood is en er zijn geen kleinkinderen meer, dan is dat portret eigenlijk nutteloos. En dat hebben wij ook in ons depot, hangt vol met ook weer portretten van burgemeesters of jonkheren. Het is niet meer relevant. Wat Van Gogh wilde is portretten schilderen die over 100 jaar nog steeds interessant zijn. Omdat het niet gaat over wie er is afgebeeld, maar hoe. De emotie. Ja, de emotie. En in dit geval, die zelfportretten, het was echt zelfstudie, maar ook jezelf als kunstenaar positioneren. En vroeger gebeurde dat heel erg standaard met voor je schildersezel met een palet in de hand. En kunstenaars in deze tijd zagen zichzelf eerder als een soort genie dan een ambachtsman. Dus dat hoefde allemaal niet meer met penseel. Het ging om de geest en het intellect en je genialiteit. Zo zagen ze zichzelf. Oh. En zo portretteerde hij zichzelf ook. Ik wil nog heel even terug naar iets waar we bijna voorbij zijn gelopen. Want het valt wel op. Er staat hier in deze zaal ook nog een beeld. Er staat een heel mooi beeld. En dat is niet alleen mij opgevallen. Ik heb hier een vraag van Lonneke de Ridder Looijenstein. Die zegt, dat beeldje, is dat van Degas? Of Degas? Degas. Edgar Degas, inderdaad. Is dat zo? Het is zo. Het is een heel mooi beeldje van Edgar Degas. Een ballerina. Edgar Degas is ook een van de Franse impressionisten. Een vriend en tijdgenoot van Monet. En hij maakte studies van allemaal danseresjes. Hij heeft ze ook allemaal geschilderd. En het mooie aan Degas is dat hij ook sculpturen maakte. Maar die gebruikte hij echt als gereedschap. Dit was voor hem niet een sculptuur om te exposeren. Hij maakte het van klei en dit zijn bronzen afgietsels ervan. Hij maakte het om zelf in zijn atelier te kunnen ronddraaien. Om die houdingen van die meisjes die in verschillende... ik ken de ballethoudingen niet, helaas. Als kind had ik het graag gewild. Dus hij draaide dit in zijn atelier, zodat hij dat vervolgens van dit beeldje kon naschilderen. En na zijn dood kwamen echt al die beelden kwamen uit zijn atelier. En toen zijn ze ook in brons gegoten. En zo zijn we er ook achter gekomen dat die man niet alleen maar heel goed kon schilderen, maar ook heel goed kon beeldhouden. En terwijl we naar de volgende zaal lopen, waarom heb je gekozen voor dit beeld? Om deze aan de tentoonstelling toe te voegen? Het is sowieso een beroemd onderdeel uit Degas' oeuvre. Dus het werd al herkend, dus dan weet je al inderdaad. Degas' danseresjes, dat zijn toch wel kleine iconen. Het is een heel mooi
werk uit onze sculptuurcollectie. En wij hebben ook een heel grote sculptuurcollectie. Maar die kunnen we niet allemaal laten zien, want ja, je hebt gewoon beperkte ruimte. En deze past zo mooi in deze zaal met impressionisten, dat ik die graag hier ook wil houden. Heel mooi. Er valt mij toch ook nog iets anders op. Nog een gekke. Ja. Dat is, ja, deze is toch wel heel uniek. Dit is niet een werkelijk. Dit is niet een weergave van de werkelijkheid. Nee, dit is inderdaad. We laten het dan helemaal los. Dit is van Paul-Élie Ranson, ook een Fransman. En je ziet hoe op een gegeven moment dat schilderen van het moderne leven en het hier en nu, dat is ook niet meer genoeg. Vincent van Gogh was al bezig met zijn emoties via kleur op het doek aan het brengen. En op een gegeven moment zie je rond 1890, rond 1900, een enorme fascinatie voor spiritualiteit. En het valt ook samen met het feit dat we eigenlijk het begin van de materialistische samenleving waar we nu nog in leven, dat is dan geboren. Op dat moment begint het fenomeen dat je kan winkelen, dat je spullen kan kopen, dat je een weekend hebt, dat je vrije tijdsbesteding hebt. Consumeren voor de massa, dat bestond nog niet daarvoor. En samen met dat materialisme ontstaat een soort fascinatie en ook weer dwang van, we willen ook nog spiritualiteit. Maar het christendom is ook een beetje ingewikkeld. Darwin is gekomen met zijn theorieën. En er ontstaat dus ook bij kunstenaars een besef, hey, maar er is niet één religie, het christendom. Er zijn meerdere religies over de hele wereld en dat is met elkaar verbonden. En Ranson heeft Christus en Boeddha gemaakt. Dus je hebt ook een Boeddha figuur en hier rechts ook. Lotusbloemen, ook vanuit het boeddhisme. Een inscriptie in Arabisch. Dus je ziet iets over de prins van de lotus. Het had ook heel erg te maken met hoe ze zichzelf dan zagen. Als een nieuwe groep kunstenaars die echt ging om spiritualiteit. Met het idee dat het westerse en het bekende niet het enige was. En op dat moment doen ze het nog heel letterlijk. Echt letterlijk met, we gaan een Christus afbeelden en die is heel herkenbaar. En we gaan een Boeddha afbeelden en die is heel herkenbaar. En daarmee willen we, dat zijn allemaal symbolen en die betekenen wat. En daarmee zenden we een bepaalde boodschap uit. En spelen de kleuren, oh sorry. Nee zeg. Ja nee, ik ben even benieuwd naar de kleuren. Blauw, groen, rood, geel, lijkt wel vuur. Ja, dus inderdaad, we weten niet precies wat die kleuren dan voor hun op dat moment precies betekenen. Maar je ziet dus dat ze hier het ook al echt denken, we laten het helemaal los. Je ziet een soort engelen, een soort biddende figuren rondom Christus staan. Hey, dat zou, ja, als je goed zien. Kijkt, eerst denk je het hand, zijn een soort wolken. Dan, ja, silhouet. En het is ook, ja, Christus is afgebeeld als een, ja, bijna schematisch. Heel vlak en decoratief allemaal. En dan zie je, oké, kleur is gewoon iets dat kan in vrije fantasie worden gebruikt. Maar de stap hierna is dat die betekenis die hier nog door een Christus en door een Boeddha en door lotusbloemen moet en door een geschreven inscriptie moet worden gecommuniceerd, dat je dat loslaat en dat je gewoon denkt, kleur alleen en vorm alleen, daar zit al het geestelijke en het spirituele en het hogere. En dat zullen we nog zien bij de volgende werk. Oeh, ben ik ook benieuwd naar. Nou, mocht je nou net zijn ingestapt, je kijkt naar een livestream vanuit het Kunstmuseum in Den Haag. En mocht je nou een vraag hebben aan Frauke, want Frauke die is conservator hier en die leidt ons vanavond rond. Mocht je een vraag hebben, stel die dan in de Facebook chat, dan komt die hier bij mij binnen op mijn device. Zo hebben we een vraag van Renate. Hoe lang zijn de werken te zien? Deze zijn eigenlijk altijd te zien, alhoewel we niet altijd kunnen. We kunnen niet altijd zeker weten dat precies een werk hangt. Want soms wordt het weggehaald omdat we het uitlenen voor een andermans tentoonstelling. Of dat we restaureren. Maar dit is wel altijd onze vaste collectie die we altijd willen tonen. Ja, oké. En Trampoquet, die vraagt zich af, welk schilderij van deze collectie hebben jullie kunnen kopen door de deelnemers van de Bankierenloterij? Nou, volgens mij hebben we hier al letterlijk. Is dat toevallig deze? Ja, hier staat. Mede dankzij Bankierenloterij. Ja. Dus dit is een voorbeeld. Het is inderdaad ook maar heel kort geleden aangekocht. 2 jaar geleden.
En dit is ook een voorbeeld dat voor ons heel belangrijk is, want dit zijn werken die vaak heel kostbaar zijn. En nu kunnen we dit nog allemaal kopen met heel veel steun. Deze wil je dus echt heel graag hebben? Ja, omdat dit wordt gezien, deze periode van kunstenaars, heeft dit werk altijd als een bijna een soort, testament is niet het woord. Het is echt het statement van die stroming. En hij hangt dus ook op alle tentoonstellingen over deze kunstenaar, hangt hij heel pontificaal, omdat dit, ja, een manifest, dat is misschien het woord. Een manifest van die kunststroming, ze noemen zichzelf de Nabi. En dat was de Tempeliers, hè, we hadden het over ridders en de Tempeliers van de nieuwe tijd. Zo, het was heel, heel spiritueel allemaal. Heel spiritueel, het ziet er ook best wel spiritueel uit. Elga vraagt zich af, impressionistische schilders voegen hun eigen emoties toe. Waren ze in de Tweede Wereldoorlog verboden? Of werden ze geroofd? Is er roofkunst in dit museum ontdekt? De impressionistische schilders, dat mocht nog wel. Zoals Monet en zo, want dat was nog allemaal niet zo spannend. Maar kunst van bijvoorbeeld Van Gogh, dat lag allemaal wel heel erg moeilijk. Het is vaak verkocht. Dus de Duitsers op dat moment tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden wel door, ja, dit steken we niet in de brand, wat ze wel met kunst hebben gedaan. Mm-hmm. Omdat het inderdaad niet de juiste kunst was in hun ogen. Maar ze wisten ook wel, als we dit aan Amerika verkopen of aan Zwitserland verkopen, dan brengt het ons nog wat op. Dus heel veel is verkocht. En we hebben gelukkig veel teruggekregen. En bijvoorbeeld onze Van Gogh zijn ze ook deels weer teruggekomen. En die zijn dus eigenlijk in bruikleen van de Nederlandse staat bij ons. Okay, dus, maar er is geen roofkunst hier ontdekt, toch? Nee, we hebben uitgebreid wel onderzoek gedaan. Ja. En we hebben wel objecten in onze collectie waar we nog steeds onderzoek naar doen. Dus gewoon openlijk weten we van, goh, het is niet duidelijk. En dat staat dan allemaal op een website. Er wordt nog steeds ook onderzoek gedaan om nu proactief soms nazaten te vinden. Dus voorheen is altijd geweest, nazaat, kom naar ons. En dan kunnen we dat onderzoeken en dan kunnen we overgaan naar teruggave. En je ziet dat musea nu ook, kijk aan, denken, het is niet helder, er is een gat, er is een lacune. Ja. En daar moeten we nu proactief gaan zoeken. We zijn nu in een volgende zaal. Ja. En de kijker zal het vast zijn opgevallen, hier is even geen licht. Ja, het is een daglichtmuseum. Dus het is hier, ja, precies. Het is hier iets donkerder. En deze zaal draait 100% op daglicht, normaal gesproken. En we gaan altijd om 5 uur dicht. Dus wij staan hier letterlijk om de tijd dat er geen publiek hoort te zijn. En dan zie je, het daglichtmuseum heeft voor- en nadelen. En het nadeel is dat als je 's avonds op stijl staat, dat het donker is. Ja. Desondanks is dit werk heel goed te zien. Ja. Het knalt eruit. Letterlijk in een stroming die heet het luminisme, over licht schilderen. Dit is Leo Gestel, een Nederlandse schilder. En je ziet dat hij echt totaal alles heeft losgelaten als het gaat om kleur. Het is een boom. Dat is overigens, bomen zijn het meest geliefde thema in deze tijd. Want je ziet ze natuurlijk overal. Maar het was ook, had ook een spirituele lading. Dat was de boom des levens. Ook het idee dat een zichtbaar deel van de boom is. Maar je hebt ook nog de onzichtbare wereld, het grote wortelstelsel eronder. Dus bomen hadden ook een heel grote symbolische lading. En in dit geval zie je dat hij die stippelaars die we zagen, worden meer streepjes. Er worden strepen en hij neemt het gewoon 10 stappen verder. En ook hier zie je dat hij zoekt van, als ik blauw naast oranje zet. En hij zoekt dat het moet knallen. En het wordt ook decoratief, wat heel lang een vies woord was in moderne kunst. Want decoratie is plat en heeft geen inhoud. Maar in die tijd is decoratief helemaal niet zo'n vies woord. En je ziet dus dat al die streepjes en hier een soort bloemendek onderin. Ja, het staat eigenlijk als een soort bijna een decoratief patroon. Zoals je ook op een mooie behang hebt of op een mooi textiel. Dat ontstaat ook in deze periode, dat kunstenaars dat decoratieve juist heel erg zoeken. En dat is ook weer een stap naar omarmen dat het niet gaat om die boom.
Want die boom is wel mooi, maar het gaat om het licht eromheen en het heftige gevoel wat je als kunstenaar hebt als je naar die boom keek. En het was een zinderende zomerse dag. En hoe breng ik die hitte eigenlijk over? Nou, dat doe je zo, op deze manier. Eén van de favorieten van heel veel bezoekers. Er zijn veel kleuren gebruikt hier. Naik, die heeft een vraag gesteld in de Facebook-chat. En die vraagt zich af, hoe werd verf gemaakt in die tijd? Vroeger bedoel ik Rembrandt en ook nog wel daarna, die maakten hun verf echt zelf. Je had pigmenten, je had olie of als je temperaverf gebruikte, was het met eigeel. En dat was nog echt ambacht, zelf alles in elkaar wrijven en mengen. Dat was heel erg moeilijk, maar daardoor is die verf ook van heel hoge kwaliteit. Want je wist precies, je had het zelf in handen. In deze tijd zie je dat kunstenaars dat al lang niet meer doen. Verf is voor het eerst te koop, ready-made en de tube is uitgevonden. De metalen tube. Dat was heel belangrijk, omdat je vervolgens daarmee gewoon heel makkelijk naar buiten kon. Dus vroeger moest je als kunstenaar in een atelier schilderen. Je kon wel heel moeilijk doen. Dan hadden ze allemaal dingen als een blaas van een dier, waar ze dat dan vervolgens als een zakje in stopten. Maar dat was gedoe. Yeah. En nu konden ze gewoon, je gooit wat tubes in je tas. En je gaat naar buiten. En het levert ook dus heel veel kleuren op. Maar je ziet soms bij kunstenaars ook dat ze niet altijd keken naar de beste verf. Nou ja, we hadden het al over, is een kunstenaar arm of rijk? Als je arm was, ga je voor een goedkope soort. En dan zie je dat 100 jaar later soms het geel afbrokkelt. En dat wij nu al met restauratoren allemaal toeren uithalen om het weer te bevestigen en mooi te houden en schoon te houden. Nou, dat heeft Leo Gestel mooi gedaan. Ja, dit ziet er heel goed uit. En terwijl we naar de laatste zaal lopen, voor de laatste 10 minuten, vraagt Mo zich nog af, die heeft ook een vraag gesteld. Wat is jouw favoriete werk? Ja, komen we daar dan langs? Ja. Ja? Dus het is niet dat we die toevallig al hebben gezien? Nee, we moeten er nog heen. Overigens, wat staat hier? Hier staat een heel spannend werk. Nou, dat is wat we precies altijd doen in Ontdekken Moderne, is niet alles chronologisch hangen. Dit is werk van een Nederlandse kunstenaar, Volker de Jong. Ja. En hij is ook bekend dat hij allemaal afgietsels van zichzelf maakt in allemaal kleuren in was. En nu heeft hij deze cel gemaakt. Het ziet er heel naargeestig uit, want er is inderdaad een toilet en een soort band waar je in vastgesnoerd kan worden. En met perspex, allemaal verschillende kleuren heeft hij ook weer, dat hij daar heel erg mee speelt. En Volker de Jong heeft veel tentoonstellingen hier gehad. We hebben veel werk van hem aangekocht en we wisselen het ook vaak. Echt iets om even te bekijken zodra jullie weer open zijn. Hè? Ja. Het viel me op, ik denk voordat een kijker denkt, hé, wat zie ik hier? Is dit jouw favoriet? En we eindigen met mijn favoriet. Oké, we eindigen met jouw favoriet. Ja, en dan begint dus dit. Nou, dus heel dichtbij, want dit is ook een fantastisch werk. Dit is Wassily Kandinsky, een Rus. En daarnaast hangt er één die er overigens heel erg op lijkt. En dit is een Nederlandse, Jacobus van Heemskerk. En die twee hebben heel veel met elkaar te maken. Jacobus van Heemskerk was een Nederlandse jonkvrouw die, net als de kunstenaars waar we het al over hadden, heel erg geïnspireerd was in dat spirituele, in de theosofie, in de antroposofie. En zij was echt baanbrekend in haar tijd. En zij was ook de enige Nederlander die in een baanbrekende kunstgalerie in Duitsland mocht exposeren. Der Sturm heette dat. Waar de grootste kunstenaars van die tijd exposeerden. Waaronder Wassily Kandinsky, waar dat grote schilderij van is dat daarnaast hangt. En je ziet ook dat het dus stilistisch heel erg op elkaar lijkt. Want ze hadden dezelfde ideeën. Ook dezelfde kleuren. En dezelfde kleuren. En Kandinsky had een boekje geschreven, een manifest geschreven over het geestelijke in de kunst. En we hebben het zo 1911, 1912.
Dus je moet je voorstellen, heel veel mensen hebben op dat moment nog gewoon een schilderij van een boerderijtje aan de muur. Ja. En dat is kunst. Ja. Dus dit is gewoon bizar. En Kandinsky had het een idee... Een andere stroming dan? Ja, en ook gewoon... Hoe noem je dit? Dit noem je expressionisme. Okay. Met het idee dat het expressie is van emotie. Kandinsky had dus het idee, achter de zichtbare werkelijkheid die wij zien, zit een onzichtbare werkelijkheid. Nou, dat kwam door die hele interesse in spiritualiteit en al die religies. Maar ook moet je voorstellen, dit is een tijd dat voor het eerst atomen worden uitgevonden. En dat er elektronen bestaan. Dus de wetenschap komt erachter dat er allemaal elementen hier zijn om ons heen, die constant om ons heen zich bevinden, waar wij uit bestaan zelfs, maar we kunnen het niet zien. En dat is zo fascinerend voor kunstenaars. En ook bijvoorbeeld niet tastbare dingen schilderen, dat deed Kandinsky. Muziek. Hoe maak je van een muziekstuk... Dit is muziek. Hij had ook heel vaak opusnummers bijvoorbeeld. Dit heet gewoon beeld met witte vorm. En dat is ook gewoon een dit is gewoon verbeelding met een witte vorm. En voor hem was het ook helemaal niet meer belangrijk wat je zag. En zo komen we bij mijn favoriete werk. Okay. Want Kandinsky staat te boek als een van de eerste echt abstracte kunstenaars. Yeah. Dus we zien hoe kunstenaars de werkelijkheid de hele tijd hebben omgebogen en vrij de loop nemen met de werkelijkheid. En hij zegt, maar je hoeft überhaupt niet meer iets te schilderen waar je naar kijkt. Het moet vanuit je hoofd en vanuit je hart. En ik kan dit gewoon in mijn atelier doen. Waar hij dat voor het eerst voor zichzelf ontdekte, was als jonge jongen in Rusland. En hij zag een schilderij van Claude Monet. En daar hangt er één. En dat is niet het schilderij wat hij zag. Oké. Okay. Maar het is wel jouw favoriet. Het is wel mijn favoriet. Want Claude Monet... Gaat ook helemaal stralen. Ja, maar kijk, het is een stralend. Het hangt bijna in het licht. Te zien. Het is een soort aura. Wat voel jij hier dan bij? Ik heb hier in 2019 een heel mooie tentoonstelling omheen gemaakt. Met alle, dit zijn blauwe regen en de tuinen van Monet. Monet, we hadden het erover, werd heel rijk aan het eind. Kocht een enorm landgoed en legde daar een waterlelievijver aan. En die waterlelievijver was voor hem het onderwerp voor ongeveer 30 jaar lang schilderen. Monet zagen we met een stadsgezicht toen hij 27 jaar oud was, modern Parijs schilderen. Hier is hij in de 80. En je ziet, er zijn helemaal geen mensen in koetsjes meer. Je zit hier ook naar te kijken en denk je, wat is het? Maar ondanks, of niet tegenovergestelde eigenlijk van Kandinsky. Kandinsky zegt, de werkelijkheid maakt niet meer uit. Monet bleef altijd de werkelijkheid schilderen. Hij schildert hier de reflectie van een blauwe regen die nu overal in bloei staan. Die schilder hij in het water. Maar daardoor weet je soms niet meer waar je kijkt. Want hij schildert het water, de reflectie van het water, begroeiing. Maar je weet niet meer, kijk ik nou naar de reflectie ervan of kijk ik nou wat het echt is? En het is totaal niet meer herkenbaar. Het gaat alleen maar om kleur. Kandinsky had namelijk ook van Monet gezien dat hij schilderde op een manier waarbij het onderwerp niet meer belangrijk is. En dat irriteerde hem als jonge jongen. Waarom neem je als kunstenaar niet de moeite om te schilderen hoe het echt zit? Waarom kun je gewoon niet zo goed genoeg schilderen? Maar hij was wel betoverd door wat hij zag, door de kleuren en door wat het met hem deed. En toen dacht Kandinsky, ah, maar dat is het dus. Het maakt niet uit wat het is. Het maakt uit wat het je doet voelen. En Monet gaat hier echt to the max daarmee. Wat hij deed was gewoon laag na laag na laag na laag schilderen. Dus als je heel goed dichtbij kijkt, dan zie je dat het bijna een soort... Nou, we begonnen met het oude muurtje van Egbert van Driels, dat een beetje zo metselplamuurwerk had. Dat er, nou, eigenlijk is het een soort gemetseld, geplamuurd schilderij. Maar hij heeft het er weer afgeschaapt met zijn plamuurwes en dan ging hij er weer overheen. En je ziet paars en blauw en groen en geel. En dat schemert allemaal in door elkaar. Hij laat zijn kwast heel duidelijk zien. Dus het gaat inderdaad om wat hij als kunstenaar... Het wordt bijna een activiteit. Je ziet, en hier heb ik mijn kwast neergezet. En hij deed dat door alle olie uit zijn verf te halen. Als je heel veel olie hebt in de verf, wordt het mooi glad. En hij maakte de verf droog. Hij zorgde ervoor dat als je het erop zette, dat je dan alle strepen van je haren van je kwast nog ziet. Dat het mat wordt. Dat het allemaal verschillende texturen heeft. En dus wordt vanaf dat moment schilderkunst iets wat echt gaat om het object. Niet het plaatje, niet een soort beeld van dit heb ik gezien en nu vertaal ik dat naar jou. Het is een object en je ziet
eigenlijk bijna dat de ervaring hoe een kunstenaar heeft gestaan en hoe die zijn kwast heeft neergezet. En dat is zo baanbrekend met waar we begonnen. Ja. En er zijn zoveel stappen heen gegaan. Dus als je zegt, ja, Monet kon gewoon niet zo goed schilderen, want het is niet heel netjes. Ja, dat is dus totaal verkeerd gedacht. Ja. Wat mij ook opvalt is dat het wel veel groter is dan het eerste werk wat we hebben gezien. Is dat ook iets heel unieks? In die tijd gaat hij heel groot werken. En nou, we hadden het over decoratie, dat was ook het idee. Je moest erin verdwijnen, je moet erin stappen. En toen hij doodging, had hij dit allemaal nog in zijn atelier. En dat is het magische van Monet. We kennen hem nu van de waterlelies. Monet is de waterlelies. Maar Monet heeft dat 40 jaar geschilderd en niemand zag het. Want hij was ook een beetje nerveus ervoor. En hij wilde dat het in één keer aan de wereld werd getoond. Dat gebeurt pas na zijn dood. En toen vond niemand er wat aan. Niemand vond het mooi. Want het was decoratief. Blah, vies, bloemen, beetje mooi. En pas veel later komen de kunstenaars. Beroemde namen als Mark Rothko en Jackson Pollock. En die zijn bezig met portalen waar je bijna in moet komen. Kunnen kruipen, grootse... ruimtes waar je kleur moet ervaren. En die denken, Monet, dat is super gaaf. Dit is wat we willen. Je wil dat je verdwijnt erin. En kijk naar wat hij heeft gedaan. En vanaf dat moment wordt dit heel veel geld waard. Wauw. Wat kun je enthousiast vertellen? Nou ja, dit is ook wel eentje die heel dierbaar is voor mij. Zullen we naar de laatste vraag gaan? Zeker. Maureen, wat gebeurt er met de schilderijen na de tentoonstelling? Dat, als het van onze collectie is, gaat het weer gewoon netjes terug. Dus deze heeft heel lang op een restauratieatelier gezeten. Toen werd het in mijn tentoonstelling getoond. En nu weer in onze vaste collectiezalen. En als we het lenen, dan moeten we het weer terugsturen, helaas. Ja. Ja. We zijn aan het einde gekomen van deze hele bijzondere rondleiding. Complimenten voor hoe enthousiast jij kan vertellen en hoe bevlogen. Dank. Ik hoop het weer met een live publiek te kunnen doen. Dat ik ook ogen zie. Zeker. En publiek was er ook. Ja, en aan de enthousiaste vragen, dat was al heel goed. Daar werd ik ook blij van. Ja. Nou ja, inderdaad. Hopelijk mag je hier snel weer mensen rondleiden door deze tentoonstelling. Nogmaals, bedankt. Dank jullie wel. Jullie ook. Hartelijk dank voor het kijken. En wat wel leuk is, aanstaande maandag gaan we tickets weggeven voor het Eurovision Song Festival. Hou de Facebookpagina in de gaten, want om 7 uur gaat de quiz beginnen. En volgens mij echt in 20 minuten tijd kan je zomaar kans maken op een paar van die kaarten. Dus dat is wel tof. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.